Dag, ik ga jullie vandaag trakteren op de start van een serie over samenwerken. Ik ga een aantal elementen van samenwerking bespreken in een model. Ik noem dat het huis van de samenwerking. En ik laat je straks zien een aantal elementen waardoor je een stevig huis bouwt als je gaat samenwerken. En vandaag begin ik met de fundering. De fundering is natuurlijk heel belangrijk voor samenwerking. En ik noem dat enerzijds het vertrouwen winnen en bouwen aan het vertrouwen en anderzijds veiligheid. Ik begin met vertrouwen. Hoe bouw je nou aan vertrouwen onderling? Nou, dat heeft vooral te maken met kwetsbaarheid. Je kwetsbaar durven opstellen. Durven vertellen waar je kwaliteiten liggen, maar ook durven aan te geven wat jij niet zo goed kan of waar je niet zo goed in bent. Bijvoorbeeld je valkuilen. Nou, als ik bijvoorbeeld ga samenwerken, dan zeg ik altijd tegen mensen, ik ben ontzettend enthousiast. Maar je moet er meer rekening mee houden, dat ik als ik een beetje uit balans raak, dat mijn valkuil, het teveel van mijn kwaliteit, is dan dat ik eigenlijk zeg maar de ruimte van anderen bezet door mijn enthousiasme. En dan kom je helemaal niet meer aan bod. Nou, die kwetsbaarheid tonen, die openheid, is ongelooflijk belangrijk voor het onderling vertrouwen. Alles start met het aangaan van diepgaande relaties, ook professioneel. Nou, dat is het eerste uit mijn serie. Dus ga maar eens na. Hoe kwetsbaar durf je je op te stellen? Als je daar meer van wil weten, er is een fantastische Amerikaanse, Brené Brown, en die heeft zeg maar als levensmotto dat die kwetsbaarheid, dat ons dat kracht geeft. En er zijn heel veel filmpjes ook van op video, op YouTube bedoel ik. Dus ga daar maar eens naar kijken. Brené Brown. Tot de volgende keer. Dan ga ik verder over de veiligheid. Hallo, je hebt net een van mijn 16 alter ego's gezien. Mijn naam is Ernst Rijgaard. Ik verzorg bijdragen aan symposia, aan conferenties en aan studiedagen. En samen met mijn opdrachtgever maak ik een voorstelling. Een voorstelling met diepgang en met humor. Die humor die gebruik ik omdat daarmee de inhoud beklijft. Heb je nou ook interesse? Bel me of schrijf me, dan gaan we samen iets moois maken.